Goed mensen, en ik ben Sam en leuk dat jullie kijken. Een gloednieuwe aflevering van Hardcore Survival, jongens. Ik heb er weer super veel zin in. Vandaag gaan wij naar de Ender City, jongens. Het is zover. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor alle support op de vorige aflevering. Jullie vonden het super vet dat ik eindelijk de Ender Dragon had verslagen. Thank you very much daarvoor. Weet je wat? Ik doe gewoon dit. Want fuck it, waarom niet toch? Hoppakee. Ik vond het super tof hoeveel support er was gegeven. Thank you very much, guys. Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog als je hyped bent dat ik de Elytra krijg. Ik heb de reacties gelezen. Jullie gaven heel veel tips. Er zitten nieuwe monsters in en dergelijke. Dat weet ik allemaal. Ik weet dat er nieuwe monsters in zitten. Ik weet dat ik moet oppassen omdat ik er ook... ze kunnen je naar boven gooien. En dan laten ze je los. Als het goed is, zit daar ergens een Ender Dragon head. Iemand zei van, yo, Sam, op de boot. Er zit, als het goed is, daar helemaal boven zit een Ender Dragon head. Ik heb werkelijk geen flauw idee, maar we gaan dat wel checken. Ik heb het gevoel dat ik eerst die Elytra wil fixen. Ik denk die Elytra, dat zal heel erg fijn zijn voordat ik daar allemaal in ga. Want ik weet dat hij in de boot zit, jongens. Dat weet ik 100%. Dat heb ik gezien. Dat weet ik. Ik heb de patch notes gelezen. Dus dat komt wel goed. Maar, oh goddammit, al die Endermans. Die Endermans zijn best wel heel erg creepy. Maar ik weet niet wat daarin zit. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat in die city zit. En een paar mensen hebben dat verteld in de reacties. Ik heb die niet, expres niet gelezen. Want ik wil weten waar het erin zit. Ik weet dat er nieuwe monsters zitten. Maar heel veel nieuwe blokken, zoals je al ziet. Dus dat is ook best wel heel erg badass. Alleen, ik weet niet... precies wat er allemaal in zit. Dus dat gaan we even checken vandaag. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik ook terug ga. Want ja, ik heb geen zin om hier nog lang te blijven in die end. Dat is best wel heel erg logisch, toch? Ik bedoel, come on. Het is hier niet echt een fijn plekje om te chillen. Alright, laten we helemaal naar boven gaan. Hopen dat er geen monsters zitten. Ik denk het niet. Ik denk niet in die boot zitten er geen monsters. Hoop ik. Ik bedoel, straks zitten er wel monsters. En dan wat? En dan wat? Hoppakee, daarom heb ik even endzone gehakt. Dan kan ik nog meer naar boven. Wauw, het is ook best wel heel erg ver. Ik heb wel genoeg blokken, right? Ik heb wel genoeg blokken. Anders is het niet fijn. Ja, sowieso heb ik genoeg blokken. Ah, ik denk dat ik net aan heb, hoor. Ik denk dat ik net genoeg heb. Even kijken. Want als het goed is, ben ik er nu, right? Yes. Oké, horen we nog enge geluidjes of whatsoever? Ik hoor helemaal niks. Laten we wel gewoon via de bovenkant erin gaan. Alright, dus als het goed is, mensen zeiden dat het hier een Ender... Daar is hij, hoor. Oh my god, wat is dit? Dit is iets of zo. Ik weet niet meer precies wat dit is. Maar het is iets. Hey, een end rod. Wauw, oké. Ja, laten we dit ding even gaan meenemen. Want dat we, die Ender Dragon Head, dat zal ik fijn vinden. Oeh. Careful. Niks raars doen. Mag ik hem meenemen? Oh my god, ik heb hem. Ik heb er twee ook. Weer een duplication glitch, jongens. Ik heb er twee. Kan ik hem opdoen? Nee, ik kan hem niet opdoen. Oké, ik hoor wel enemies. En ik weet nou niet precies wat die... Oké, ik hoor een enemy. Ik heb echt geen flauw idee waar. We gaan daar zo meteen naar boven. Oeh, een brewing stand. Wat een pose. Instant healing. Nice, die neem ik mee. Oh my god, daar zijn ze. Oeh. Ik weet niet hoeveel damage doen. Ik weet niet of ze gevaarlijk zijn. Dus laten we het gewoon wel voorzichtig doen. Ik heb geen zin om dood te gaan. There we go. There we go. Die is dood. Wat de fuck was dat voor geluid? Oh nee, voor de rest zijn ze niet. En daar is ons Elytra, jongens. Wat? Nee. Oh. Oeh. Dit bedoel ik nou, jongens. Oké. Ik neem mijn woorden terug. Ik zei toch zo van, jongens, waarom heeft Minecraft allemaal wat vette dungeons, vette dungeons, maar geen vette loot. Je krijgt nooit dik loot. Je krijgt soms 2 gold van een chest uit een piramide of zo. Dan denk je ook eens van, waarom doe ik het hiervoor? Als ik dit zie, Smite 3, Knockback 1, Unbreaking 3, Fortune 2... Wat de hel? Diamonds wordt Mending, Fire Aspect en Bane of Anthropos, Unbreaking 3... Efficiency en Fortune 3. Protection 3 en Unbreaking. Mending, Efficiency en Silk Touch. Efficiency 5, by the fucking way. Mending. En nog ook 4 diamonds. En dan deze Unbreaking, Protection, Mending en Respiration. Die is gewoon beter dan ik nu heb. What the fuck? Dat is zo bizar. Alright, dus ik heb een Elytra, jongens. Ik weet gelukkig hoe een Elytra werkt. Ik ben geen noob erin. Ik heb geen flauw idee wat dat was. Er viel iets op de grond. Oh shit. Oh shit. Die is een enemy. Oh my god. Oh nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh shit. There we go, die is dood. I don't care though. Als het goed is vallen we zo meteen omlaag. En ik heb mijn Elytra aan. Hoe lang nog? Oké, there we go. En we vliegen. Zoals je ziet. We gaan hierin. Woep. Shit, dat halen we niet. Oh, dit is ongemakkelijk. Oh my god, dat is ongemakkelijk. Ja, dat haalde hem niet. Dat was... Oh shit. Ja, raak me maar, by the way. Nice! Dit geeft echt een heel leuk gevoel als je zo vliegt. Oh ja, je hebt nog 8 levitation. 8 seconden. 8 seconden weer. Het doet damage, maar het boeit me echt helemaal niet dat het damage doet. There we go. Deze mag dood. Voilà. Wat droppen die eigenlijk? Ik moet even wat spullen droppen. Want ik heb veel te veel. Die Potion of Healings ga ik wel weggooien. Ik bedoel, het is wel leuk. Een Strength Potion. Gooi ik ook weg. Sam, neem ze in. Ja, eigenlijk moet ik ze innemen. Maar fuck it, weet je. Ik kom hier later toch wel ooit eens terug. Ik heb het gevoel dat daar het belangrijkste in zit. Dus laat ik daar naartoe gaan. Oh, goddammit. Ik ben er nog niet zo super goed in, blijkbaar. Oeh. Rare geluiden maken die beesten. Oké, laten we die even allemaal killen. There we go. Even eten. Ik heb het gevoel dat ik toch amper dood... of niet snel dood kan gaan. Mogen we weer naar beneden? Dat zou hartstikke fijn zijn. There we go. Dus ik weet niet precies wat dat is. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee wat dit is. Nee. Ik heb geen idee. Waar de hel komen ze allemaal... Waar schieten ze allemaal vandaan? Ze schieten helemaal vanuit hoekjes, skillshots. Je weet zelf. 360 no-scopes allemaal. God damn it. Alright, we gaan gewoon omhoog. Hop, hop. En we nemen deze dingen gewoon mee. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat die dingen zijn. Oh, dit zorgt ervoor van, yo, je kan daar naartoe. Oké, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nice, ik wou wel zeggen van, ik pakte mijn blok al om hier naartoe te gaan. Oh, wat is dat voor blok? Oh, wacht, dat is gewoon een enemy. Haha, dat wist ik wel. Tuurlijk wist ik dat. Bam, laten we deze ook even gaan killen. Niet schieten, please. Oh, goddammit. Deze kan je gewoon... Ik vind het wel hele vette monsters. Het zijn leuke monsters. Mogen we weer omlaag? Zit hier niks boven? Uh-oh, 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 uh-oh. Het is allemaal zo zijn dat jij wel naar boven vliegt, joh. Oh, die banners wil ik ook meenemen. Oh nee, de banners vielen. Shit. Wel. Oké, blijkbaar gaan we daar naartoe, jongens. Later! Ik denk dat hier ook niks speciaals in zit. Ik denk dat we het meestal hebben gehad. Ik denk dat het vooral ging om die Elytra. Je kan de Elytra ook repareren, jongens. Don't worry. Je kan hem repareren met leather. Heel goedkoop kan je hem repareren, dus dat is super chill. Oké, ik gooi dit even weg. Ik gooi dit even weg. Uiteindelijk moet ik even terugkomen voor al deze blokken. Maar dat zal niet zo super moeilijk zijn om terug te komen. Ondanks... Oeh, chests. Chests. Yes. I like them. Oké, ik ga hier staan. Als goed is kan ik hier niet worden gehit. Fortune 2 Unbreaking 3. No way. Verder Falling 4. Neem ik ook mee. Unbreaking 3. Nee. Unbreaking 3 in projectile protection. Netjes, netjes. Unbreaking. Anders krijg je meestal 14 gold is ook wel chill. Maar meestal krijg je alleen maar dit. En niet wat hierin zit. Efficiency 5 Unbreaking 3. What the fuck, jongens? Like, serieus? Efficiency 3. Man, die laat ik liggen. Unbreaking 3. Laat ik ook liggen. Like, what the hell? Waarom? Zoveel goede dingen. Kan je hierop staan of zo? Ja, je kan er gewoon op staan. Oh, ik wou al zeggen, straks ga ik dood door fall damage. Maar ik denk niet dat ik dood ga door fall damage. Ik heb het gevoel van niet. Oké, weet je wat? Ik ga terug. We gaan de journey terug doen, jongens. En dat wordt geniaal. En waarom wordt dat leuk? Nou, omdat we natuurlijk heel ver kunnen vliegen. Waar de fuck moet ik ook weer naartoe? Shit. Ik zag de boot eerst. Dus ik kwam sowieso uit het zuiden. Right, ik kwam daar vandaan. Cool, let's jump. Let's go. Look at this. Dit is toch awesome? Hoe kan je dit niet leuk vinden? En je kan ook omhoog. Als je genoeg speed hebt, kan je een beetje zo omhoog. En dan kan je weer omlaag. En wij moeten daar naartoe. Dus daar gaan we ook gewoon naartoe. Want hier was Ender Pearl gegooid. Hetzelfde met hier. En... Waar de fuck moeten we ook weer naartoe? Ik ben de weg kwijt. Dat is misschien wel een probleem. Het is een klein probleempje. Ik denk dat hier het is. Als het goed is, is het hier toch? Mijn minimap doet heel raar. Flauw idee wat mijn minimap aan het doen is, überhaupt. Maar als het goed is, is het hier. Het is Dus nog meer naar het zuiden. I guess. Ik heb echt geen flauw idee. Maar we kunnen gewoon gaan vliegen hier nou. Woep. Hallo? Nou, blijkbaar kunnen we niet vliegen. Damn it! Damn it, ik wil zo graag vliegen. Misschien moest ik iets hoger gaan. Misschien moest ik gewoon helemaal omhoog gaan bouwen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, ik heb zoveel loot. Als ik terug ben, kan ik mijn enchantment verdubbelen. Want ik ben level 66 natuurlijk. Ik kan die enchantment eraf... Oh! Oh, en het slechte nieuws was, ik weet de weg niet meer. Maar ik weet het nu weer, want daar ben ik geweest. Yes! We know it, guys. We know it. Hoppakee, ik gooi gewoon mijn Ender Pearls alsof het niks is. Alsof die Ender Pearls niks kosten, jongen. De rijke tata hier zo met mijn 1 Ender Pearl nog over. Nee, maar ik ga binnenkort... Ik wil heel graag een Enderman Farm maken. Ik maak geen grap. Wat ik dus nu wil gaan doen, jongens. Mijn goal voor nu is overleven tot ik dood ga. Het klinkt heel raar, maar... Ja, overleven totdat ik dood ga. Oh, ik moest trouwens wel 1 Ender Pearl over hebben. Oké, dat heb ik gelukkig. Wat ik wil gaan doen... Oké, wat mijn volgende quest is ik wil een piramide zoeken. Ik wil een jungle tempel zoeken. Ik wil een iglo zoeken. Dat is eigenlijk wat ik wil. En ik wil een hele grote stad gaan maken met mijn hardcore serie. Omdat ik natuurlijk geen... Wel, mijn goal was lekker rondvliegen eigenlijk met mijn Elytra. En dat is ook zeker weten wat ik vandaag ga doen. Ik bedoel, als jullie er niet van houden, als jullie denken van... Oh, Sam, ga wat doen. Ga wat leuks doen of zo. Jongens... Ik ga lekker genieten van mijn Elytra, oké? Ik ga lekker rondvliegen. Ik ga weet ik veel wat doen. Ik moet ook nog terugkomen voor, met een piston. Want dan kan ik natuurlijk de Ender Dragon... Of Ender Dragon Egg kan ik meenemen. Dat is ook wat ik wil gaan doen. Maar let's go back. Maar als ik die hit, dan teleporteert hij weg. Oké, let's go back, boys. Bam. Achievement get the end. En dan krijgen we natuurlijk dit. Voor gezeik. En dan... Oeh, je spant gewoon bij je bed. Dat is netjes, want dan hoef ik niet ver te gaan lopen. Ik dacht, dan ben ik helemaal daar. Dan moet het toch echt van 3, 2, 1, bam. En dan ben ik weer terug. Maar nu hoef ik dat niet te doen. Dit scheelt mij gewoon heel veel tijd weer. Netjes, netjes. Oké. Ja, ik heb echt ontiegelijk veel loot nu. Alright, deze mag wel hier opgehangen worden, hoor. Deze mag hier wel dik opgehangen worden. Ik wil een hele ruimte maken. Een endruimte wil ik eigenlijk gaan maken. Dat lijkt me wel awesome. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Look at this. Dat is mijn trofee, jongens. Jullie gingen ook serieus naar King Alert. En zeiden van, ja, Sam moet erin komen, want hij heeft de Ender Dragon verslagen. Ik ben heel erg benieuwd wie eigenlijk allemaal de Ender Dragon heeft verslagen. YouTubers met 50.000 plus abonnees. En waarom de 50.000 plus abonnees? Nou, I don't know. Ik ben gewoon heel erg benieuwd er eigenlijk naar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar David. David heeft het bijvoorbeeld niet gehaald. Ik heb het dus wel weer gehaald. Waar ik super trots op ben. Maar sommige andere mensen hebben het niet gehaald. Of die hebben het misschien geprobeerd. En die hebben het niet gehaald of zo. I don't know. Alright, dus wat ik nu ga doen, jongens. Ik ga nu iets heel erg stoms doen. Dat kan ik wel zeggen. Ik bedoel, ik kan misschien vandaag... Ik kan nog steeds doodgaan vandaag. Als mijn Elytra ineens denkt van... Fuck jou, Sam. Hij werkt niet meer. Wat ik wil gaan doen, ik wil daar naar boven. Daar naar boven ben ik nog nooit geweest. Het zit letterlijk boven mijn huis. Ik ben daar nog nooit geweest. Vertel me niet waarom ik daar niet ben geweest. Ik moest er misschien wel eerst even kijken. Misschien zit er wel wat speciaals. Pumpkins, melons, you never fucking know. Maar ik ga daar naartoe. En wij gaan even een rondje vliegen. Ik bedoel, come on, jongens. Come on. Dat mag wel. Ik mag wel even een rondje vliegen. Dat heb ik wel verdiend, hoop ik. Oké, let's go up. Hoppakee. Ik weet dat het nu een beetje donker is. Maar dat is weg binnen 2 seconden. Oh, misschien iets meer dan 2 seconden. We gaan nog meer naar boven. There we go. We zijn nu al bij dirt. Dus als het goed is, hoeven we nog maar 2 blokjes weg te hakken. 1, 2. There we go. Ik zei toch? 2 blokjes. Ik weet die dingen. Ik weet die dingen uit mijn hoofd. Ik speel al zo lang Minecraft dat ik gewoon weet wanneer ik boven ben. Eigenlijk moet ik daar helemaal naartoe gaan. Ja, eigenlijk moet ik daar echt helemaal naar boven gaan. Echt gewoon helemaal naar boven. Oh my god, Summer Village. Ja, nou, die heb ik al gehad. Ben ik al lang geweest. Al lang geweest. Nee, we zijn bijna helemaal boven. Oh my god, please. Please. Nog meer blokken. Ik heb trouwens gewoon water. Waarom doe ik nou gewoon niet dit? Ik heb ook Respiration, waardoor het 10.000 keer sneller gaat. Woep. En... Oh my god. Dit is dus de reden waarom ik... Amplified heb gekozen. Als ik op dit punt kom... Oh my god, als ik hier water drop, dan komt het allemaal op mijn village. Nee, dat maakt niet uit. There we go. Hey, ik leg jou daar neer. Zo, hoppakee. Dus waar gaan we naartoe? We gaan gewoon... We gaan daar naar boven. Ja, we gaan daar naartoe vliegen. Oké, guys, let's go. Woehoe! Shit, ik heb mijn Elytra niet aangetrokken, weet je. Kut. Nee, we gaan daar naar boven. We gaan eerst hier naartoe. En dan gaan we een beetje zo omlaag. En dan gewoon zo hoog mogelijk. Ah, dat halen we dan weer net niet. Dat is jammer. Dat halen we ook dus net niet. Helaas. Hier zat Silk Touch. Ook Efficiency 5 zat hierop. Oké, dus ik ga deze iron even gebruiken. Dat scheelt mij weer diamonds, I guess. Ik moet even een paar blokken hebben. En daarna gaan we gewoon zo hoog mogelijk. En het mooie hier is, ik heb de Silk Touch. Dus die blokken worden niet lelijk hier zo. Dus ik kan het gewoon zo naar boven bouwen. En zonder enkel probleem het weer terugleggen. Zonder dat het er lelijk uit gaat zien. Dus ik wil echt zo hoog mogelijk gaan, right? En dan wil ik gaan vliegen en kijken hoe ver we kunnen komen. Nou, ik ga niet ver, want ik wil gewoon nog wel dichtbij bij mijn huis blijven. Ik heb geen zin dat ik verdwaald raak. Of dat ik ineens in the middle of nowhere in de avond kom. En dat ik dan helemaal niks meer heb. Maar ik wil gewoon lekker gaan vliegen hier nou. Lekker vliegen. Ik bedoel, de titel is het ook gewoon. Anders heb je het waarschijnlijk niet aangeklikt als je het geen ene fuck boeit. Dat ik ga vliegen. En ik denk dat iedereen dit zag ook wel aankomen. Dat ik wil gewoon vliegen. Ik bedoel, come on. Come on. Het is gewoon geweldig vet. Oké, dus we zijn bijna boven. Ik moet sowieso daar naartoe, want dat is hoger. Right? Ja, en hoe kom ik daar? Door te vliegen. Hey! Heel erg makkelijk. Heel erg makkelijk. Antwoord op alles. Hoe kom je daar? Ja, gewoon vliegen. Oh, dat kan natuurlijk nu in Minecraft, hè? Ja, dat kan. Oh my god, dat is amazing. Oeh. Oké, dat was bijna het einde van Sam. You know. Dat was bijna het einde van de hardcore-serie. Als ik helemaal naar beneden viel. Ik bedoel, dat is bijna praktisch onmogelijk. Want als ik naar beneden val, kan ik vliegen. Hey. Oké, ik stop, guys. Laten we daar naartoe gaan. Woep, woep. There we go, come on. Nice. En we zijn nu aan de overkant. En nu moeten we ook nog even een paar blokken hakken. We hakken deze weg en daarna gaan we gewoon met water verder. Dus ik denk dat als ik dit neerleg, dat ik er al ben, right? Dan ben ik gewoon al helemaal boven. Helemaal boven op de grootste berg in de buurt. Oh, die is hoger, heb ik het gevoel. Nee. Deze is sowieso hoger. Dus we gaan hierop staan. Helemaal daarop staan. En het goed is kunnen we vanaf hier... Vanaf hier kunnen we ook mijn huis zien. Als het goed is. Oh, nee. Jawel, daar. There we go. Zie je? Het is best wel groot heb ik het gemaakt, hoor. Ik bedoel... Ik ben er trots op. Ik ben er heel erg trots op. Dus we zijn nu helemaal hier. Hier zo. Bij deze kous. Is dat lava, dat rode? I don't know wat het is. Ja, het is lava. Oké. En laten we gewoon lekker een rondje gaan vliegen, jongens. Laten we dat gewoon gaan doen. You know, soms moet je... What the fuck is dat voor blok? Een random grasblokje daar zo. En look at this. Wauw. Dit is toch gewoon geweldig vet. Hier, het moeras. En waar ik al mijn kous vandaan had gehaald en dergelijke. Al mijn sheeps. En dan heb je daar dat mooie plekje. Daar rechts. En we zijn zo meteen op. We kunnen gewoon gaan vliegen. Dit is geweldig vet. Ik ben hier zo blij mee, jongens. Ik ben hier echt zo blij mee. Amazing. En dan doen we, gaan we nog eentje mee omlaag. En dan... Oh! 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 Dat was perfect. Kijk hoe perfect ik ben uitgekomen. En jongens... Dat vind ik dan ook een heel mooi einde voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Deze twee afleveringen samen met de Ender Dragon. En deze aflevering natuurlijk. De volgende aflevering gaan wij heel veel exploren. We gaan op avontuur. We gaan kijken of we een sneeuwbiome kunnen vinden. We nemen heel veel eten mee. We gaan ervoor. Daarna, als ik dat heb gehaald, ga ik een endplekje maken. Ik ga daar denk ik gewoon een enddoor soort van maken. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. We gaan sowieso de Wither verslaan. Ik wil een Enderman Farm maken. Hey, we zijn nog niet klaar. We zijn gewoon nog niet klaar. Bedankt voor het kijken, jongens. Check jullie de volgende keer gewoon weer. En ik zeg peace.